Yo, VacuGamers, Lars hier en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op VacuGames Reloaded. En jongens, gisteren zijn we met z'n allen begonnen met het bouwen van deze molen. En ik moet zeggen, we zijn begonnen met het bouwen van deze molen, want hij is natuurlijk nog lang niet klaar, er moet nog heel veel aan gebeuren. Op dit moment heeft hij bijvoorbeeld nog geen wieken. En een molen zonder wieken is natuurlijk een beetje als een pizza zonder kaas. Het kan wel, maar het is een beetje vreemd. Dus laten we ervoor zorgen dat deze molen aan het eind van vandaag wieken heeft. Alleen, dat kunnen we niet zomaar doen, want in mijn design is het de bedoeling dat de wieken gemaakt zijn van wol. Alleen heb ik op dit moment geen enkel schaap. Sterker nog, ik heb geen enkel ander dier. Ik heb nog geen kip, ik heb nog geen koe, ik heb nog geen varken, ik heb helemaal niks. Dus ik wil vandaag met jullie gaan proberen om ergens een paar schapen te vangen. Nou schijnt dat best wel prima te doen te zijn. Ik heb sowieso natuurlijk ook ergens een lead liggen, dus dat is allemaal best wel te regelen. Laten we gewoon kijken of dat we schapen kunnen vinden om te scheren. Want als we schapen hebben, dan hebben we wol. Als we wol hebben, hebben we wieken. En als we wieken hebben, hebben we een blije vaco. En dat is natuurlijk waar deze hele serie om draait. Ja, toch? Laten we eens even kijken wat wij daarvoor nodig hebben. We hebben allereerst nodig een plek om de schapen even tijdelijk op te slaan als we ze überhaupt weten te vinden. Dus laten we even tijdelijk ergens, het liefst niet al te ver hier vandaan, een soort van schapenopvanglocatie maken. Een soort zeehondencrash. Maar dan voor schapen. Weet je wel, zoals Sint-Pieterburen hebben met Leni het Hart. Dat wil ik ook hebben, maar dan voor schapen. Dus laten wij gewoon eens eventjes een soort van hekje hier neerzetten. Hoppakee. Hier is het wel een beetje open. Dan kunnen we hier mooie hekjes neerzetten. Gewoon eventjes zo. Pam, 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 pam. Dat hoeft niet al te groot te zijn. Want er hoeven geen 100.000 schapen in. Gewoon een paar. Dat ik in ieder geval iets van wol heb. Hoppatee. Zo. Hier kunnen we dan door naar binnen. En als die krengen hierin staan, doen we de boel dicht. Dat lijkt me een plan. Oké, zet je schapenjagershoed op. Inner Freak Funk modus activated. Laten wij schapen zoeken. Hoe gaan we dat doen? Want het wordt ook nog eens een keertje donker. No! Zo meteen word ik aangevallen door een wilde zombie schaap. Laten we eerst eventjes onze lead halen. Tegen die tijd is het donker. En als het donker is, ga ik slapen en kunnen we overdag weer verder. Hey, Vaco heeft een plannetje. Eindelijk eens een keertje. Lekker. Stonden hier trouwens niet ook een paar schapen? De laatste keer dat ik hier liep, heb ik wel een paar schapen gezien. Is er daar één? Oh, dat zou mijn leven echt super easy maken. Het is er eentje. Kijk, het zijn er niet veel. Maar kijk, elk schaap is er één. En elk schaap is er eentje, hè, natuurlijk. Dus elk schaap is ook wat waard. Hoppakee, heb ik hier een lead? Jazeker. Kunnen we dat niet zonder lead doen? Zometeen loop ik weer ergens in een of andere kuil. Donder ik per ongeluk in de lava, ben ik mijn lead kwijt. Kijk, dat is er gewoon al eentje. Easy peasy, chocolate squeezy. En daar is er ook één. Nice, me gusta. Dit is super easy. Dit is prima te doen. Senor Schaap, gaat u met mij mee? Senor Schaap, volg de baas. Aan de voet. Kom, hop, hopsa. Ja, kunnen we je collega Bertus, kunnen we die ook meenemen? Want Bertus staat er heel erg hoog boven op de berg. En dit is natuurlijk typisch weer zo'n gat waar zo'n schaap in gaat vallen en waar die nooit meer uitkomt. Dus laten we niet al te veel risico nemen. Bertus, die komt er wel een keertje. We hebben er eentje. Laten we onszelf niet al te veel hooi op de vork nemen, letterlijk en figuurlijk. Eén schaap per keer. Want als er één schaap over de dam is, dan volgen er vanzelf meer. Ja toch, zo is het spreekwoord. Oh, het wordt wel donker. Gelukkig hebben we verlichting op deze brug. Ingebouwde verlichting, LED-verlichting uiteraard. Want ja, hey, we zijn wel een beetje milieuvriendelijk. Komt u maar, senor schaap. Senor, of bent u señorita schaap? Dat kan ook natuurlijk nog. Dat weet je tegenwoordig niet meer, hè. Of het een senior schaap of een señorita schaap is. Dat kan alle kanten op. Misschien is het wel allebei. Het schijnt ook heel goed. Au, hey, au, au, nou, stop verkeerd. Dit wordt niet. Er moet alleen maar een lampje op. Anders dan worden de schapen bang in het donker. Hartstikke idee. Meneer schaap, komt hij terug? Oh, nee, kom, op. Huh, waar is mijn lied? Waar is mijn lied? Oh, hier, kom, hop. Aan de voet. Aan de voet, in je hok. Wandelende shawarma in je hok. Ja, hoppakee, dat is één. En blijf, ja? Blijf. Wees een braaf schaap, blijf. Ja, bij. Ik ga je collega zoeken. Ja, oké. Eerst slapen en dan de collega zoeken. Waar is mijn bedje? Hier is mijn bedje. Lekker slapen, hoera, wat een pret. Hoppakee. Slapen in de bedje, jongen. Snurk, snurk. En dan moeten we... Waar kunnen we nog makkelijker schapen? Volgens mij stonden ze bovenop die berg, hoor, daar. Volgens mij moet ik het leven mezelf niet al te ingewikkeld maken. En moet ik gewoon eens even daar kijken. Dan moet ik wel via deze kant. Want als ik die andere kant op ga, dan is het natuurlijk een godsonmogelijke opgave. Hey, hey, nice. In ontbijt. Oh, kijk joh, hier staan 100.000 miljoen miljard triljard en 6. Kijk, dit is easy peasy. En dan allerlei verschillende kleurtjes ook nog eens een keertje.
Multidivers, dat is tegenwoordig helemaal in. Komt u maar schaap. Hartstikke diverse inbreng van schapen. Zo, komt u maar. Volg de baas. Follow Dalida, Lida. En liefst niet doodgaan, hè, onderweg. Niet doodgaan onderweg, anders moet ik huilen. Dan moet ik mijn tranen weer drogen en zo. Allemaal veel te veel werk. Die leads maken het leven van de schapenboer wel een heel stuk makkelijker, hoor. Dat had ik veel eerder moeten hebben. In die vorige wereld, in 2014, alleen bestonden er toen nog geen leads. Had mijn leven wel een heel stuk simpeler gemaakt. Oké, deze hierin. Komt u maar. 1. En 2. En nou, jij niet ontsnappen, AUB. Kom erin. Hoppakee, jij erin. Hop, erin. Met je dikke billen. En poink, poink. Hoppakee. Volgende lading. Wacht, kunnen we jullie niet meteen al... Kunnen we jullie niet al fokken? Eten jullie graan of wat eten jullie? Wat eten die krengen? Oh, hier. Nice. De parrots en de bats. Oh, kutje kutje. Kijk dan. Oh, dat is sketig. Ze hebben een baby schaapje. Oh, dat is lief. En meteen een achievement. Lekker, de papegaaien en de vleermuizen. Ik vind het een prima titel. Komt u maar, senior schaap. U moet ook met mij mee. Want we roeien gewoon de hele schapenpopulatie uit. Kunnen we kippen trouwens ook aan een lijntje doen? Met mijn kip aan het uitlaten. Moet kunnen tegenwoordig. Hoppakee. Ik heb wel eens een keertje iemand zijn wasmachine zien uitlaten. No joke. Hoppa. En jij mee. En jij mee, I guess. En dan kunnen jullie allemaal zeggen... Hey Faco, waarom neem je alleen maar de witte schapen mee? Ben je schapensistisch of zo? Nee, ik heb gewoon witte wol nodig zometeen voor mijn ding. Dus als ik nou rode wol meeneem van die rode schapen... Ja, dan ziet mijn ding er natuurlijk niet uit. Dus niet denken dat ik schapensistisch ben. Ben ik niet. Ik heb gewoon een voorkeur voor witte schapen in deze wereld, ja? Want die witte wol, die kan ik... Hey. Wat zijn dat voor fratsen? Kom jij eens even hier. Hoppakee. Volg de baas. Anders wordt de baas heel chagrijnig en maakt je zwarmer van je. Wat denk je nou zelf, zeg? Ik ben hier de baas, niet jij. Wacht, dan moeten we even deze hier erin zien te krijgen zonder dat die anderen ontsnappen. Dat wordt ook nog een hele kunst. Komt u maar. Up, erin. Liefst een beetje snel. Ja, dank u. Los. En nee, blijf. Nee, blijf. Kring. Nou. Ja, erin. Ja, goed zo. Bij familie. Hoppakee. In de kooi. Mooi. Kunnen wij ondertussen alvast deze schapen scheren? Dat zou ook heel fijn zijn. Dan kan die wol ondertussen ook weer groeien. Ja, bee. Hoppakee. Komt u maar. Alle schapen moeten bloot. Blote schapen zijn de beste schapen. Wacht. Ja. Hoeveel hebben we? 8. Dat is niet heel erg veel. Dat is niet veel, maar toch, hè? Kijk, het begin is er. En zo moeten we het gewoon zien. Hoppakee, ja, jullie dachten ik kan eruit. Echt niet. Is jouw wol nou al teruggegroeid? Je hebt gewoon een turbo schaap. Lekker bezig. Dit is waarschijnlijk een goed ras van schapen. Want deze produceren veel wol. Ik word er heel tevreden van. En deze gaan we weg. Hoppakee. Zo. Hoeveel hebben we? Even kijken hoor. 12. Oké. Als ik die dan naast elkaar zet, krijgen we dan van die vage... Nou ja, op zich. Op zich is dit best wel prima. Het zijn connected textures. Dus dat ziet er best wel redelijk uit eigenlijk. Laten we dat op deze manier doen. Hoe halen we dit het makkelijkste weg? Maar dan met een schaar? Ja, schaar. Hoppakee. Zo. Bam en bam. Oké. Dan moeten die natuurlijk daarop zien te komen. Hoe gaan we dat nu doen? Want ik dacht, we moeten eigenlijk iets hebben om ze aan vast te plakken. Misschien iets van steen of zo. Dat we iets meer variatie qua textures hebben. Dus dan kunnen we heel snel... Heb ik hier nog een crafting table staan? Ja. Gewoon even snel, omdat ik te lui ben om terug te lopen. Even een oventje. Hoppakee. Zo. Bam. Furnace. Dat hoeft geen grote furnace productielijn te zijn. Maar gewoon even een paar. Hoppakee. 4 van die dingen. Kool erbij. Poem. Dan kunnen we met die stenen... Kunnen we daar een soort van spil maken? Is dat een woord? Een soort van ja, systeem waar die dingen aan moeten komen. En hoe gaan we dat nou weer mooi maken? Dat is even een probleem. Maar we komen erachter. We komen er wel uit. Want deze toren op zich... Kijk, het is een simpel ding. Maar op zich ben ik er niet heel ontevreden over. Het kan best beter natuurlijk. Het kan altijd beter. Maar goed, hey, schapen zijn alweer terug. Jemig. Wat een topschapen zijn dit. Ze zijn nou alweer aangegroeid. Wat een lekkere beesten, jongens. Hoppakee, komt u maar. Lekker knippen. Ik kan er alleen niet bij. Dat is een beetje jammer. Wacht even. Hier moet ook een betere oplossing voor zijn. Aan de kant, schaap. Ik moet eruit. I need to go out. Wacht, idee. Wacht, oh. Ik heb een uitvoering. Wacht, idee. Waar is mijn crafting table? Daar. Want ik had een paar afleveringen terug, namelijk...
dat ik per ongeluk een hekje wilde maken in plaats van een... of een deurtje wilde maken in plaats van een hekje. Nou, dat kan ik waarschijnlijk nog wel een keer. Dus dan doen we deze. Kan zo. Is dat een ding? Dat is niet een ding. Hoe gaan we dat dan doen? Dat moest toch zo? Of kan het alleen als het allemaal dezelfde soort hout zijn? Hoppakee. Ja, dat kan alleen zo. Birch fence. Nee, dat moet dus andersom. Wacht. Dan moeten die aan de zijkant en die in het midden. Zo, en dan boom, boom, boom. Zo moet die dan. Birch fence gate. Kijk, dat maakt het leven toch een stuk draaglijker. Dan kan ik sneller bij mijn schapen komen. En zij sneller bij mij. Dus dan doen we op. Plop, erin. Kijk, dan kan ik erin en eruit. Heel goed. Hoppa, kijk dan jongens, hoe snel dat gaat. Dit gaat echt super turbo. Hatsee, knippie, knippie. En dan was er nog eentje, knippie. Zo, had ze vlot. Nou, terug je hok in. Ga erin, kreng, erin. Erin. Ik maak shawarma van je hoor. Hoppakee. En laat dat. Ja, geef me liever je wol als goedmakertje. Dat maakt een hoop goed. Oké, okay, we hebben genoeg steen waarschijnlijk. Want het is nu waarschijnlijk wel gesmolten. Even kijken zo, hatsenflots. Dan kunnen we hier deze steen mee maken. Ja, stone bricks. Dan moeten we nog even zorgen dat we naar boven komen. 1, 2, 3, 4. Hoe hoog moet die komen eigenlijk? Want hij komt dan... Doen we hem hier of doen we hem hier? Ik denk hier, hè? Ik denk dat dit het beste is. Zo. En dan moeten we nu een soort van fraaie variatie zien te vinden... om die wieken aan te doen. En dat vond ik altijd het allerlastigste. Ik weet het nog wel van mijn oude Minecraft-wereld. Dat was toch altijd een gebed zonder end. Om dat goed te doen. Vooral omdat het dan een soort van... half wel, half niet zat. En zeker als je dan verschillende hoeken moest hebben... dan was dat super lastig om te doen. Want die wieken moeten natuurlijk allemaal de andere kant op staan. Zo, en we moeten er ook in de tussentijd nog eens een keertje voor zorgen... dat het geen hakenkruis wordt. Dat is ook nog een ding. Want dit is voor alles behalve een Duitse molen. Het gibt hier geen Deutsche Molen. Ja, het gibt hier geen Deutsche Molen. Hartstikke, dan is deze 3. Zo, en dan... Hoe gaan we dit nou weer doen? Dit is me toch nu al ingewikkeld. En dan zo. En dit was altijd zo lastig. Ik weet nog heel goed dat dit echt nooit lukte. Dit, ik heb hier gewoon echt het ruimtelijk inzicht niet voor. Ik heb het ruimtelijk inzicht van een aardappel met dit soort dingen. Even kijken. Hoe gaan we dit nou weer doen? Hij zit daar, daar... Dus dan zou je zeggen, dan moet hij hier één omhoog. Dan moet hij niet lager zitten, dan moet hij hoger zitten. Zo. Dan moet deze dus... Wacht, laten we eerst gewoon even al deze dingen eentje eromheen bouwen. Gewoon voor de duidelijkheid. Dus hier één, daar één. Oké, dan kan deze even weg tijdelijk. Zo, kan ik daar ook nog even bij? Oh, nou! Elke keer dat naar beneden lazeren. Daar wordt de meester ook moe van. Deze weg. Zo, oké, dan kan ik die weer gebruiken. Zo, zo, absoluut flats. Oké, dan, nu. Maar ik kan er natuurlijk gewoon een kruis van maken. Dat is nog heel erg simpel. Wacht, we doen deze dan zo naar boven, I guess. Dan doen we deze zo. En stel je voor dat hij dan draait eentje. Dan moet deze dus weer weg. Hij draait eentje naar beneden. Dan zit hij daarboven en dan zit hij eronder. Dus dan moeten we deze aan de... onderkant doen. Zo. En dan die. 1. Dan eigenlijk 3 die kant op. Kunnen we dat makkelijk doen? Heb ik er iets om mee te bouwen? Niet al te veel. Oh, hier. Wacht. Cobblestone. Wacht. Doen we 1, 2, 3 om erbij te komen. En dan is het 1, 2. Ja, toch? Nou, dan moet deze ook weer eentje draaien. Dus dan moet die hier. En dan 1, 2. En dan hier weer eronder. Daar komen. En dan moet deze. Hartstikke idee. Moet dan. Ik vind het echt vet ingewikkeld, jongens. Het is toch onmogelijk voor een simpele jongen zoals ik. Deze moet dan daar. En dan 1, 2, 3. Laat dit alsjeblieft geen Duitse molen geworden zijn. Even kijken hoor. Als dit per ongeluk een hakenkruis is geworden, niet boos op me worden. Oké, ik doe mijn best. Ik ben geen Duitse jongen, echt niet. Hartstikke idee. Mijn naam is Lars, dat komt ergens uit Noorwegen, niet uit Duitsland. Mijn naam is niet Klaus, dat is ook niet Ferdinand. Hartstikke idee, even kijken of dit wat is. Als dit niet is wat het zou moeten worden, niet boos worden. Please, ik doe zo mijn best. Even kijken. Oké, zeer poep. Zullen we het daarop houden? Het is
Het is niet wat een mens nodig heeft. Maar misschien moet ik ook eventjes deze laatste stukje steen weghalen. Want dit ziet er natuurlijk ook niet uit. Het is een beetje vaag. Laten we het daarop houden. Deze moet weg. Zo, en die moet weg. Zo, misschien dat ik nu beter kan oordelen. Nu het er ook echt uitziet zoals het eruit zou moeten zien. Deze weg. Geen gekke rare dingen ervoor. Dat neemt ook een beetje weg van de ervaring natuurlijk. Eens even kijken. Nou. Op zich. Ik heb hier dat een van die dingen langer is dan die ander. Maar dat zal niet. Dat zal niet zo zijn. Ik vind het een beetje een vage molen. Sorry dat ik het zeg. Maar. We kunnen hem nog wel mooier maken. We kunnen. Want ik zie in één keer een mogelijkheid. We kunnen er natuurlijk ook voor zorgen. Dat we dit zo doen. Kijk, dat ziet er al beter uit. Dan gaan we hier nog even naar boven. Zo, dan doen we er hier 3. 1, 2, 3. Oh, ik denk dat dit wel wat wordt hoor. Dit zou op zich wel wat kunnen toevoegen. Zo, en dan doen we hier gauw 1, 2, 3 hier. En dan moeten er ook nog 3 aan de onderkant. Wacht, dus dan moeten we deze weer weghakken. Oh, dit zou zomaar iets kunnen zijn. Als dit werkt, dan vind ik mezelf echt de meest briljante Minecraft designer ever. Die van bijna een Duitse molen toch nog een soort van iets gemaakt heeft. En dan moeten we die daar dus erbovenop. Wacht, dan moeten we deze hier. En dan doen we deze 1, 2, 3. Ik denk dat dit een hoop problemen oplost. Denk ik. Qua gekke uitstraling. Ik denk dat dit zou moeten werken. Even kijken hoor, van afstandje. Ah, dat is al beter. Dat is al beter. Nu moet ik er alleen nog voor zorgen. Dat... Ja, of ik moet die wieken langer maken. Dat kan misschien ook. Ja, dan zijn ze weer heel erg uit verhouding. Ik ben trouwens niet tevreden over dat middenstukje. Dat is ook wat gek is. Die stenen kloppen niet. Misschien dat ik daar nog wat mee kan. Dat we daar iets van een gekleurd stuk wol in stoppen of zo. Denk dat dat ook nog best wat een en ander kan regelen. Maar hey, verder ben ik eigenlijk best wel heel erg tevreden over deze molen. Ik had het allemaal een stuk ingewikkelder verwacht. Laten we dan ook nog eventjes deze erbij doen. Zo... Hoppakee, lantaarns hier op de hoek. Net als die andere plekken. Hier, dan hebben we ook meteen een beetje licht. Hoppakee. En dan hier. Even kijken hoor hoe dat wordt. Oh, op zich jongens, ik ben niet eens ontevreden. Als jullie deze molen een cijfer zouden moeten geven van 1 tot vacobouwwerk. Welk cijfer zouden jullie deze molen dan geven? En bedenk even, hij is nog niet af. Er moet natuurlijk wel iets meer design bij. We kunnen later nog iets van trappetjes toevoegen of zo. Hier aan de onderkant zou dat waarschijnlijk wel heel erg tof staan. En hierbovenop kunnen er ook wel een aantal komen. Dus ik denk dat we morgen gaan gebruiken om deze molen helemaal af te maken. Zodat we daar niet meer mee bezig hoeven te zijn. Dat we een paadje aanleggen, zo helemaal zo, woepakee, deze kant op. Dat we in de tussentijd langzaam maar zeker steeds meer die farm gaan uitbreiden. En dan denk ik dat dit toch wel een van de betere plekken in deze wereld kan zijn. Tot nu toe. Jongens, ik wil jullie ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van deze video. Abonneer natuurlijk op Vaco Games Reloaded. Als je dat nog niet gedaan hebt, dan gaan we morgen verder met het bouwen van de molen en het aanleggen van de farm. Mazzel!